Ik ben Jeanette Welp en ik werk met teams en de menskant van veranderen. Ik doe dat op een tamelijk ongebruikelijke manier vanuit mijn achtergrond als muzikus. Ik werk met muziek, met boomwhackers. Kijk, op je werk wil je graag gewaardeerd en gerespecteerd worden. Je wil je talenten inzetten en je wil goed kunnen samenwerken. Dat wordt ook van je verwacht, hè, dat je een echte teamplayer bent. Dat samenwerken, dat zit hem vooral in vertrouwen en verbinding. Is het er, dan loopt alles prima en is je team in flow. Is het er niet, dan voelt samenwerken als lastig en zelfs onaangenaam. Er zit ook geen aan- en uitknop aan, hè, aan vertrouwen. Dus je kunt hem niet aanzetten. En daarover praten gaat vaak ook helemaal niet. Maar je kunt er wel wat aan doen. Door muziek te maken. Ja, als je samen actief muziek maakt, ontstaat er in je hersenen een explosie aan verbindingen. En er komen hormonen vrij. Oxytocine, dopamine, gelukshormoon. Het voelt een beetje als een communicatietime-out. Waarin je elkaar opnieuw kunt bezien met frisse blik. En op een ander level, namelijk door muziek te maken, samenwerkt. En dan ontstaat er dus vertrouwen en verbinding. Ik geef workshops en trainingen aan teams en bedrijven waar het wij-gevoel weg is. Ik doe dat omdat ik mijn passie, muziek, wil inzetten om mensen gelukkiger te maken op het werk. Het gaat uiteindelijk altijd om mensen. En als je samen muziek kunt maken, kan je de wereld aan.